What? This is it. Doe eens. Ja, kom op, kom op. Kom op. Eén keer, kom maar. Kom op. Is dat echte? Echte man. Nou dan, doe dan. Kijk, ik heb legerjas, vriend. Doe dan. Doe. Eén keer. Alsjeblieft. Doe. Alsjeblieft. Nog één keer. Een beetje langer. We zijn echte mannen, kom op. Hup. Doe dan. En nog wat langer. Goed zo. Eeuw, het Ibrahim, wai. Eeuw, echte mannen, wai. Positiviteit, wai. Activiteit, wai. Negativiteit, wai. Geen tijd voor, wai. Heel wegen door, wai. Brian Vlogs. Jawel mensen, hier zijn we weer. Jawel mensen, hier zijn we weer. Super bedankt voor dat jullie op onze kanaal zijn gekomen. En dat jullie erop klikken en dat jullie op abonneren hebben geklikt. En dat jullie op alles op en eraan. Dus sowieso bedankt even. Wat ben je in godsnaam aan het doen? Wat ben je aan het doen, lijper? Maar mensen, vandaag hebben we iets heel moois. Vandaag hebben we iets gewoon gezellig, leuk. Want wie gaan wij zien? Zeg eens even tegen de mensen, wie gaan we zien? Lasse. Wie Nasser? El? Nasser Elge? Voetballer, waar voetbalt hij? Ajax. Dus, meen je dit nou echt? Waar voetbalt hij? Hij voetbalt bij? Ado Den Haag. Maar weet je wie er morgen speelt? Ja. Of weet je wie er gaat spelen? Ja. Hè? Wie gaan er spelen? Hé, ja. Aan mij hebben ze weinig. Wie gaan er morgen spelen? Of wie gaan er spelen? Ajax. Tegen? Feyenoord. Nee, joh. Schijn nou uit, man. Ajax die gaat tegen ADO Den Haag voetballen. ADO Den Haag? Ja. En Nasser speelt bij... Waar speelt Nasser? ADO Den Haag. Die speelt bij ADO Den Haag. En wie gaat er winnen? Ajax. Nog niks zeggen. Dat gaan wij zo meteen zien, mensen. Dus, want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... We zeggen tijd. Altijd positiviteit. Mensen, sowieso trouwens, ik wil jullie even dit mededelen voordat ik het vergeet. Van de week was ik uitgenodigd door Club Hub. Club Hub is een programma wat jullie zeker ongetwijfeld wel kennen. En daar ben ik genomineerd. Ja, dankjewel. Wat een liefde. Maar waarvoor die nominatie is, zeg maar, het gaat erom dat YouTubers of mensen op Instagram of wat dan ook maatschappelijk betrokken zijn. Nou, en gezien het feit dat ik bij Stichting Elk in de Bal zit, bij de Ricardo Verheij Foundation en natuurlijk van alles en nog wat doe, gastlessen verzorgen, blablabla, noem maar op. Wacht even, Bilos, ze kunnen me niet zien, je luipert. Ja, ben ik daarvoor genomineerd, dus dan kan ik volgende week, 12 december of zo, kan ik de prijs winnen. Volg me alsjeblieft op Insta, wat jullie sowieso al doen. Maar ja, mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan snel naar Brian Vlogs op Insta. En dan hoor je van de week hoor je meer en dan kun je ook stemmen. En het gaat op dit moment goed, maar we hebben jullie support nodig. Of niet? Of niet, zeg ik. Of niet? Huh? Nasser, we komen eraan, vriend. Huh? Ja. Hoi Nasser, we komen eraan. Brian Vlogs. Nou, we zijn nu bij FC Schaafs. Je luipert. Kom nou eens, joh. We zijn bij FC Schavenzanden. En natuurlijk is onze grote vriend Bilal is natuurlijk ambassadeur. Kom je? Ik moet hem even zo houden. Hij is natuurlijk ambassadeur samen met Nasser El Ghiatti. En dan gaan we zo eventjes kijken. En dan gaan we hier wat een signeersessie houden en zo. En ja, kortom, Elk in de Bal is hier weer aanwezig. Hier in Westland. En we gaan knallen. Hi jongens. We gaan meedoen met het G-team. Of niet? Voor mij mag hij, je moet gaan fluiten. Ja? Kijk eens aan. Hoi. Ik ben Jesse. Ik ben Brian. Hoi. Goeiedag. Ik ben Brian. Zit er vlog of? Ja. Oh, leuk. Wil je nog wat tegen de mensen zeggen? SNOM. Ja. Heb je zin in of niet? Ja, zeker. Oké, dan gaan we. Nou, scheids. Fijne wedstrijd. Ja. Ja.
Heb je zin in de scheids of niet? Ja. Oké. Okay. Nee. We mogen af, Pieter mag aftrappen. Mag je nou niet aftrappen? Nee, flauw hè? Dat kan toch niet? Nee. Lekker vriend hè? Is dat een... Wat, ben jij de vriend van de scheidsrechter? Ja. Dat kan niet. Ik heb hem omgekocht. Klaar voor? Oké, okay, kom op Bilal. Oh jij. Oh. Ja, nee. Oh, oh. Zo hé. Ja, ja, geen grapje. Oh jij, kijk eens. Ja, hij beweegt goed hoor. Kijk eens. Maar dat gaat wel heel snel. Kom. Oh jij. Oh jij. Kom op. Oh. Zo. 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 Ja. Zo hé. Kom op Bilal. Oh. Zo. Gewoon AK hier. Oh. Jongen, jongen, jongen. Zo. Zo. Ja! 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 Kijk nog een high five! Zo hé! Brian Vlogs! Nou, we hebben hem gevonden, jongens. We waren hem even kwijt. Onze Nasser is hier gewoon. Benner, man. Ja! Dat doe je goed. Dit is onze. Van het bestuur. Hoi, Nasser. Welkom. Hoi, goedendag. Leuk dat je er bent. Hoi, Brian. Van Elk in de Bal. Hey. Goedendag, Brian. Ja, welkom. Hey. Ging goed, hè, daar? Ja, zag ik. Succes. Meneer Van Ado. Ja. Hallo. Ja, ja. Welkom. Hey, je bent wel bekend hier. Hè? Ja. Ik hoor dat jullie allemaal voor mij komen, of niet? Wat? Ja. Ik hoor dat jullie allemaal voor mij komen. Ja. Voor wie dan? Elk voor jou. Oké. Je snapt dat we best wel in een nare situatie zitten, Nasser. Want? Ja, Ajax, ADO en iemand voor Ajax. Ja, ik weet niet, maar dat gaan we zo meteen even uitzoeken. Heel goed. Eerst gaan we even de boys blij maken. Ja. Ja, Bilal. Ja, Nasser is aan het werk, hè? Dit noemen ze werken, jongen. Bilal, help me dan. Oh, dan ben je nog even helpen. Ja. Telefoon? Ja. Grapje, ja. Grapje, het moet niet gekker worden. Ja, grapje, als kom eens even hier staan. Dit is het G-elftal. Zo. 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 Oké. Ik let op je, hè? Ik let op je. Gedurfd, gedurfd. Gedurfde uitspraak. Geen match op de foto. Dan moet ik wel. Maar hoe vind je het om dit te doen? Ja, het is natuurlijk mooi, man. Als je sowieso naar amateurclubs langs kan gaan en dat je een voorbeeld kan zijn voor de jongere generatie. Dat is alleen maar een mooie foto, handtekeningen uitdelen. Ik doe dat gewoon met plezier. Zo, toen ik jong was en ik had de kans. Ja, hoe was dat eigenlijk? Dan weet ik dat ook. Tuurlijk, toen was wel een beetje een andere tijd met telefoons en foto's en dit en dat. Toen was het meer handtekeningen. Dat weet ik nog wel. Ja, als ik de kans daarvoor had, dan... Maar wie was de lijfste speler die jij bent tegengekomen? Waarvan je een handtekening had gehad? Of? Tuurlijk jongens. Heel team, door heel het G-team. Als je een goal maakt. Als je een doel maakt. Dat ik het even weet. Ja. Ja, ik ben verschillende spelers tegengekomen, maar ja, mooiste. Ja, ik denk toch Robin van Persie. Ja? Ja, ik was nog jong en ik was met wat vrienden naar Arsenal Chelsea geweest. En daar ontmoet, samen uit eten geweest, alles ja. Dat was voor mij geweldig. Kijk, en dat is natuurlijk iets extra's dan alleen een foto of een handtekening. Maar dan is het eigenlijk wel ziek. Ik weet niet wat die man aan het... Dat gaat niet goed, man. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Ben je aan het werk? Wat ben je aan het doen? Staan, neem me maar mee, meneer. Neem me maar mee. Ja, doei. Wie ja. Het is eigenlijk wel ziek dat je dan nu tegen Robin voetbalt. Ja, tuurlijk. Maar dat is zo'n mooie speler. Een van mijn idolen. Die, misschien dat hij het zelf niet meer weet.
Maar Arsenal Chelsea samen uit eten geweest met de vrouw, ik met mijn vrienden. Super leuk. En toen hadden we het ook nog erover. Ja, ja, ja. Dat dan jaren later was ik zelf ook in Londen. Speelde ik natuurlijk bij KPR. Ziek, hè? Ja, dat is ziek, maar. Om hierop terug te komen. Nu zelf een voorbeeld. Om nu zelf dan een voorbeeld te zijn. En een beetje het goede te laten zien aan deze jongens. En vooral inspireren en motiveren. Ja. Dat is helemaal mooi. Hé, hey, jongens. Wow. Hoe vinden jullie dat nou, dat Massa hier is? Ja, leuk. Ja? Maar eerlijk, hè? Zijn jullie voor Adel Den Haag of niet? Ja. Allemaal? Oké, nou, dan gaan we even uitzoeken, hè? Voor wie ben jij? Nasser, gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden morgen, hè? Nee, hè? En hij is ook nog een beetje geblesseerd. Misschien hebben we nog een beetje geluk. High five. Nou, succes, jongens. Ik ga elke jaar zo meteen een pannen geven. Ja, maar hij mag niet voetballen. Hij mag helaas niet voetballen. Waarom niet? Omdat hij geblesseerd is. Als hij loopt, dan ga je... Deze jongen durft wel. Ja. Shout-out naar Jamie vandaag. Weet je dat heel zeker? Ja. Gewoon op je schoen. Ja. Maar scheidsrechter? Ben je nou voor Feyenoord of voor ADO? Feyenoord. Maar dan mag je als scheidsrechter. Ik ben voor ADO tenminste. Je mag je mening niet geven, hè? Jawel. Nee, dat kan niet. Echt wel. Dat kan toch. Zo, alsjeblieft. Hey, blijf je dit jaar nog bij ADO? Oh, dat is een hele lastige... Ja, ik wil dat weten. Pak gewoon mijn vragen af. Ja, of hij mag dat kan toch niet? Of hij mag het niet zeggen. Wat zeg je? Of hij mag het niet zeggen. Maar dat is een vraag wat ik had bedacht. Oh, ja, waar ben je voor, man? Maar wij... Sowieso niet. Lachen. Feyenoorders, dat kan niet, hè? Jullie zien het? Ja, dat kan niet, hè? Hoe vind je nou dat je een foto hebt met Nasser? Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Doe het. Samen spelen. Zo. Oh. 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 Wat was dat? Winner. Ik ga stoppen met voetbal. Wat zeg je? Ik ga stoppen met voetbal. Hoe flik je dat? Oh. Zij het. Heb je een pannen gegeven? Waar is Bilo, jongens? Bilo! Hey, hij gaat hier. Bilo! Waar is hij nou? Hier! Yeah. Waar? Waar dan? Yeah. Ik zie hem niet! Heb je Bilo gezien? Geen idee. Wat dan? Oh, hier is hij! Brian Vlogs! Zo. Hi, goeiedag! Hoi, Brian, ik heb een beetje koude handen. Hoi, Lida. Ja, zeg dan hoe je heet, je, Harry. Ja. Zeg dan hoe je heet. Lakhal. Lakhal. Als je een hand geeft, Massen. Ja, gang, ja. Hey, ho, dat gaat wel. Zo. Bilal, wat zie ik daar? Kijk eens. Oh jee. Kom eens kijken. Kom eens even kijken. Maar wat zie ik daar? Kijk eens. Nee, meneer. Wat is dit nou? Hey Bilal, kijk eens. Is het wat? Ja, toch. Jij ook, hè? Ja, wel. Voor wie ben jij? Ajax. Nee, joh. Oh jee, oh. Dat kan niet, hoor. Geef maar een gebakje. Oh jee. Wat? Ah, wat dacht ik? Hij wil even praten. Oh jee. Ja, zeg maar goedemiddag allemaal. Je mag allemaal zeggen Ajax. Oh. Dan moet je over de muur niet meer. Milo. Vrouwen, blond, hè? Hij loopt gewoon weg. Ik ben Bilo kwijt, man. Waar is die nou? Waar is die jongen nou? Hoi. Goedendag. Daar ben je. Meen je dat nou? Waar was je nou? Hè? Waar was je nou? Een cadeautje? Misschien in je kamer? Nee? Wil je niet? Zal ik hem mee? Hé! Hey. Bilo, moet je kijken! Kan je bij je verzameling doen? Heb jij een verzameling? Ja! Echt waar dit? Elke heb je nog meer dan? Van A...
van Ajax. Ajax? Ja. En ADO. ADO, ja. Echt waar? En wie nog meer? FC Utrecht. FC Utrecht. Utrecht, ja. En Roda. Ja, Roda JC. En nu heb je ook nog FC Schravenzander. Nou, wat zeg je dan? Dan? Neem hem maar aan. Nee, zou ik hem aan hem liggen? Ja? Nee. Ik denk dat hij hem thuis gaat ophangen. Oprechter kan het niet, hè? Brian Vlogs. Willem, ik word nat. Nu word ik nat door jou. Doe maar dicht. Hoe gaat hij dicht? Moet je daar drukken, volgens mij druk is. Hier, klaar. Juist, ingedrukt dan. Wow. Lekker droog. Toch? Beter zo of open? Dicht of open? Dicht. Dicht, hè? Box. Wat? Wat zeg je nou? Jawel mensen, hier zijn we weer. Nasser, hoe vond je het? Geweldig. Echt leuk. Voor mij is het gewoon een lekker gevoel. Ik wil die kinderen motiveren, inspireren. Als ik dan op zo'n club kom en ik zie de, weet je, wat ik voor ze beteken, ja, en hoe blij ze zijn. Dat geeft mij ook een lekker gevoel. Gewoon door simpel gewoon even aandacht te geven, een handtekening. En ja. Wat ben je aan het doen? Liever aan mijn oren. Mag. Even goed achter mijn oren. Andere kant ook. Andere kant, Billy. Maar het is gewoon eigenlijk gewoon heel simpel, een handtekening, eventjes aandacht geven en dan... Ja, maar dat eventjes handtekeningen, dat eventjes foto's, tijd maken. Ja, vroeger als ik dan jong was, kwam er niet zo snel een voetballer langs en zo, weet je. Alhoewel het wel makkelijker was. Je bent gewoon heel druk ook, ja. Dat merk ik ook nu met mezelf. En, maar ja, ik ben niet zomaar ambassadeur geworden. Ik vind het gewoon een heel mooi project, elk kind een bal. Ik had ook niet altijd een bal vroeger, dus het is gewoon een mooi project. Als je daarin kan motiveren, inspireren. Ik weet niet, er zijn heel veel ballen vandaag ook weer verkocht. Ja, dus er gaan heel veel kinderen met ballen naar huis, dat is toch alleen maar mooi. Bizar, hè? Ja, man. Dat is echt mooi, man. Zeker. En voordat we gaan afsluiten... Bilal, morgen speelt... Wie speelt er morgen? Ajax. Tegen? ADO. Ajax tegen ADO. Oké. Okay. Wie gaat er winnen? Nasser. Wat? Nasser, hè? Dat meen je niet. Hè? Tuurlijk. Gaat ADO Den Haag winnen? Waarom? Wij willen alleen maar... Liefde. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde en... Posie. Nee, wacht. Maar Nasser, wat denk jij? Ja, het wordt sowieso lastig natuurlijk Ajax uit, maar we gaan altijd voor het positieve. Ik helemaal, als je mij persoonlijk vraagt, ik ga elke wedstrijd in om te winnen. En ik zeg je eerlijk, je bent los. Alhamdulillah, gaat heel goed. Alhamdulillah. Hè? Alhamdulillah. Ten dit geeft toch een heerlijk gevoel als je thuis komt en... Ja, tuurlijk. Het is nu een lekkerdere periode dan als ik niet veel of niet goed bezig ben. Ja, man. Zeker weten, ja, man. Maar ook gewoon dubbel respect dat jij gewoon... hoe zeg je dat? Ja, je hebt een paar keer op de bank gezeten vorig jaar of het jaar daarvoor. Ja, toen ik net kwam bij ADO, maar het was ook meer van... weet je, ik moest er nog inkomen en ik was nog niet helemaal fit, want ik speelde niet heel veel bij Engeland in de laatste fase. Waardoor ik weer mezelf moest optrainen en een wedstrijdritme opdoen. Maar toen ik eenmaal weer ging spelen, na een weekje of drie of zo, toen ik kwam inderdaad, heb ik eerst een weekje of drie niet veel gespeeld. En daarna nooit meer een wedstrijd gemist. Echt respect. Ja, en wat is het geheim daarvan, denk je? Wat is het, denk je, dat je kon doorzetten? Sowieso plezier. Plezier is het allerbelangrijkste, maar ook natuurlijk, wat natuurlijk op één staat is mijn geloof, weet je. Sinds kleins af aan, alhamdulillah, probeer ik gewoon zo goed mogelijk moslim te zijn natuurlijk. We maken allemaal fouten, ik ben niet weet je, de allerbeste moslim, maar ik probeer gewoon wel het beste na te streven. En alhamdulillah, gewoon 5 keer per dag te bidden is een hele kleine moeite. Dus als je dat dan doet en daarin van alles vraagt, ja, dan ben je tot in alles in staat. Echt mooi, man. Bro, echt super bedankt. Geen probleem. Echt gruwelijk. We gaan elkaar snel weer treffen. Want Bilal, wij zijn echte. En wij geven iedereen alleen maar. En wij zeggen altijd. Positiviteit. Mensen, vergeet niet te abonneren, te delen, te liken. En volg Nasser ook op Instagram. En FC Schavenzander, super bedankt.
En alleen maar liefde. Arvidetje. Arvidetje. Maar Bilal, jij wil... jij doet nu zo aardig tegen Brahim. Omdat je naar Khadija gaat. Lekker eten, hè? Ja, ik heb je door. Alsjeblieft, man. Brahim, wee,